Zo. Dit is mooi geworden, man. En niet duur ook. Oh nee? Nee. Heb ik zo'n mannetje voor je. Doet het voor een kwart van de prijs. Zo, dat is niet misselijk. Nee, je moet wel, jongen. Het is anders toch niet te betalen. Nee, dat is waar. Nee. Hey, ben je dan bijna klaar of niet? Nee, bijna. Nog even verbouwen op de eerste verdieping en dan is het helemaal voor elkaar. Doe het zelf? Nee, jongen. Daar heb ik zo'n mannetje voor. Hé, hey, jullie moeten trouwens nog eens langskomen. Ga even zitten. Jullie moeten trouwens nog eens langskomen om de zolder te bekijken. Groot jongen met die nieuwe dakkapel. Wij komen langs als je helemaal klaar bent. Ja. Hé, hey, die dakkapel, heb je daar ook een mannetje voor? Allicht. Hoe kom jij toch aan al die mannetjes? Relaties, jongen. Relaties. Relaties? Ja. Relaties, jongen. Dat is de clue. Ja, en? Nou, dat vertel ik je zo wel. Als je nou even bidt, dan kunnen we gaan eten, want anders dan wordt het kaas koud. Eet ze. Eet ze. Smaakt het nou beter? Hoezo? Ja, het beter smaakt als je bidt. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik gegeten heb zonder te bidden. Nee, je was altijd als kleuter al zo'n vroom ventje. Oh ja? Ja, weet je dat niet meer? Toen je driewieler gepikt was. Je hebt Ma toen nog getroost. Je zei dat je er wel voor zou bidden. Wacht eens even. Ja, en dan zou alles wel in orde komen volgens jou. Nou, de volgende dag stond die fiets weer in de tuin. Dat weet ik nog, ja. Dat was grappig. Dat jij dat nog weet dan. Ah, jongen, dat is me altijd bijgebleven. Hé, hey, als dat zo'n indruk op jou gemaakt heeft, waarom ga je dan zelf niet weer eens bidden? Nou, nee, sorry. Dat doe ik niet meer. Dat is voor mij een afgesloten hoofdstuk. Oh. Nou, ik heb toch niks van hem nodig. Trouwens, antwoord krijg ik toch niet. Oh nee? Ik heb me echt maf gebeden, maar de lijn is nu helemaal dood. Wat bad jij dan voor? Ja, weet ik het. Een examen, een baan, de toekomst, een huis. Nou jongen, ik heb er allemaal zelf voor moeten knokken. Wat had je dan gewild eigenlijk? Nou, hij had me best wel een handje kunnen helpen. Hij is toch machtig genoeg? En dat heeft hij niet gedaan? Voor geen meter. Hoe zou dat nou komen, denk je? Ja, weet ik veel. Misschien geeft hij jou wel een voorkeursbehandeling. Nee jongen, God geeft geen voorkeursbehandeling. Volgens mij weet ik hoe dat komt. Volgens mij weet ik waarom jij niks van God merkt. Oh ja? Ja. Waarom dan? Omdat jij God ziet als een mannetje. Zo'n mannetje wat je kan laten opdraven voor klusjes. Zo'n mannetje wat alles kan en dus ook alles maar even moet regelen. Nou, hij kan dat toch ook? Ja. Wat zou jij doen? Wat? Nou, opdrachtjes uitvoeren voor Jan en Alleman. Ja, ja. Het ligt eraan wat ik ervoor kreeg. Oh, krijgt hij er wat voor dan? Wat bedoel je? Nou, als hij iets voor jou doet, wat geef je hem dan? Nou, ik leef netjes. Ik doe niemand tekort. Ik geef ieder het zijne. Nou, dat bedoel ik niet. Nee. Wat geef je nou echt? Nou, dat zeg ik. Ik geef goed. Ik geef ieder het zijne. Ik zorg dat ik gewoon een goed mens ben. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, wat geef je hem nou echt? Wat geef je hem van jezelf? Hoe ga je met hem om? Wat voor verhouding heb je met hem? Verhouding? Ja. Een relatie, jongen. Dat is de clue. Daar gaat het om. Een relatie. Een relatie? Ja. Een relatie. Weet jij niet wat een relatie is? Dat is dat je een goed contact hebt. Dat je vertrouwelijk met elkaar omgaat. Ook met God? Ja, natuurlijk. Hé, hoe zou jij het vinden? Als je van iedereen de hele dag verlanglijstjes moest aanhoren. Ja, terwijl ze verder doen alsof je helemaal niet bestaat. Je mag opkomen draven als een klusjesman. Maar daarna moet je weer wegwezen. Je mag je nergens meer bemoeien. Jongens, sommige mensen behandelen hun huisdieren nog beter dan God. Rustig maar. Bidden is iets heel anders dan opdrachtjes uitdelen. Nou, wat dan? Een relatie, jongen. En in een goede relatie, in een gezonde relatie, geef je elkaar complimenten. Ja, dan bewonder je elkaar.
En vind je het heerlijk om met elkaar te praten over alles wat je meemaakt? Ook met God dan? Ja. Een relatie, jongen. Dat is de clue. Een relatie.